Welkom in het Stedelijk Museum Alkmaar. Ik ben Kees van der Geer, gastconservator van de tentoonstelling De Collectie Paul Rijkens. Wie was Paul Rijkens? Paul Rijkens was eigenlijk een hele belangrijke industrieel. 1888 in Rotterdam geboren, als zoon van een margarinefabrikant. En hij was ook heel belangrijk in die margarinewereld. Hij was de grondlegger van de fusie tussen Van den Berg en Jurgens. Margarine-Unie in 1927 en in 1929 met de Lievelbellers tot Unilever. Van huis uit was hij niet gewend met kunst, maar hij begon toch al heel snel in 1913 kunst te verzamelen. Een beetje traditionele kunst. Willem van den Berg, Jan Bogaerts, heel verfijnde academisch gevormde kunst. Kunst die hij ook in Rotterdam gezien moet hebben en die in Wassenaar, waar hij toen woonde, kon kopen. In 1913 leert Paul Rijkens Toon Kelder kennen. Toon Kelder was een beginnend kunstenaar en er ontstaat een enorme vriendschap die levenslang zou duren. Paul Rijkens verwerft uiteindelijk zo'n 150 kunstwerken van Toon Kelder, waaronder zo'n 50 portretten van de vrouw Alexandrine Kelder, die hij veelal ook naakt heeft geschilderd. Maar er ontstaat ook nog een vriendschap met een aantal belangrijke kunstcritici die weer Toon Kelder kende. Bijvoorbeeld Albert Plasgaard. En Albert Plasgaard bracht de contacten ook met een Belgische kunstenaar, Walter Vaas. In Nederland niet zo bekend, maar rond 1908-1909 was die man vanuit België gevlucht al naar Nederland toe, omdat hij daar meer kunst kon maken. En in de oorlog, Eerste Wereldoorlog, leefde hij er ook. En die maakte hele bijzondere kunst met heel veel prachtige kleuren. Natuurlijk ook wel met heel confronterende beelden van bijvoorbeeld een dood konijn of een rog die aan een haak hangt. Maar ook hele verfijnde portretten van twee peertjes. Je zou ze bijna kunnen opeten. Zo stoffelijk geschilderd, maar ook qua compositie zo fantastisch in elkaar gezet. Het was een meester, die Walter Vaas. Een andere levenslange vriendschap die ontstaat is met Jan Sluiters. Jan Sluiters had in 1950 de Prix de Rome gekregen om naar Rome te gaan, om daar de grote kunstenaars uit de Italiaanse Renaissance na te schilderen. En hij verbleef in dit huis. En u ziet, hier werkt hij echt nog in de traditie die hij heeft geleerd op de academie. Maar dat was niet wat hij wilde. Toen hij in Parijs kwam, zag hij dat andere kunstenaars veel meer met kleur werkten en zich helemaal niet zo aan de tradities en de academische regels hielden. En wat doet hij dan? Dan komt hij terug en dan pakt hij die kleur op en dan gaat hij met hele andere motieven. Kijk naar deze vrouw, waarschijnlijk de vrouw van de slager, schildert hij in heel confronterende kleuren. En dit was natuurlijk niet wat de academie wilde. En dus werd zijn prijs ingetrokken. De Prix de Rome, de toelage, werd stopgezet. Maar voor Sluiters was dat het begin van zijn grote carrière. Dan komt de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog betekent dat de kunstenaars eigenlijk niet meer naar Frankrijk kunnen gaan. En dan halen ze ineens een heel andere inspiratie. Uit Frankrijk is dan in Nederland Le Fauconnier. En Le Fauconnier is een belangrijke grondlegger van de Bergense school. De Bergense school heeft een aantal belangrijke kenmerken. Eén, een cubistische invloed, veel stillevens. En het zijn eigenlijk altijd donkerachtige kleuren, aardkleuren met lichtaccenten. En wat doet die Jan Sluiters? In die periode, in de Eerste Wereldoorlog, pakt hij dat palet van die Bergense school ook op. Een grote verzamelaar van de Bergense school was Piet Boendemaker, een zoon van een vastgoedmakelaar. In 1929 echter bracht de crisis uit en toen moest Piet Boendemaker een deel van zijn enorme verzameling van duizenden kunstwerken verkopen. In het Stedelijk Museum in Amsterdam hing een deel van zijn collectie en Paul Rijkens mocht daar een deel van kopen. Hij kocht prachtige schilderijen, zoals dit werk van Leo Gerstel. Echt typisch Bergense school met die donkere, prachtige kleuren, heel kleurrijk en een hard lichtaccent. Maar ook de boerderijen die Leo Gerstel maakt in de omgeving van de Beemster. Cubistische invloeden. En ook hier weer die prachtige kleuren die zo rijk zijn. Paul Rijkens wist echt de juweeltjes uit die collectie over te nemen. En koesterde ze ook. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen nogal wat Belgische kunstenaars naar Nederland. Gingen naar Amsterdam. En in Amsterdam was natuurlijk de bakermat van de Bergense school. En die namen dus ook de
palet over van die Bergse school. En dat zien we onder andere in dit schilderij van Gustave de Smet. Echt die aardse kleuren pakt hij op. Figuren worden heel anders geschilderd dan daarvoor. En we zien dus eigenlijk ook dat in het Vlaams expressionisme heel erg gevoed is door dat Bergse school expressionisme. Typisch voorbeeld hier in Gustave de Smet. Paul Rijkers was ook een liefhebber van het werk van Mathieu Wiegman. Ook een typische Bergse schoolschilder. En in dit schilderij van Mathieu Wiegman zien we een andere grondlegger van die Bergse school. Paul Cézanne. De typische kleuren van deze Cézanne zien we hier terug in dit werk wat hij, Mathieu Wiegman, in Bergen heeft gemaakt. Paul Rijkers had ook een heel intrigerend werk in zijn collectie. Een groot werk. En het komt ook uit de penseel van Jan Sluiters. En Jan Sluiters had een bevriend echtpaar, dat was Ernst en Karin van Leiden. En wat hij hier doet, is de hemelse liefde, zijn vrouw, Geert van Koten, en zijn vriendin, Karin van Leiden, schilderen. En dat was de aardse liefde. Trouw wordt weergegeven door die hond, en die ligt natuurlijk parallel aan de vrouw, de echtgenote van Jan Sluiters, Greet van Koten. En hoe mooi maakte hij hier die kleuren met een prachtige afscheiding door zo'n bos bloemen daartussen te zetten. Heel intrigerend schilderij. En weet je wat hier is, mevrouw leest? Het heet een roman. Maar wat zal erin staan? Paul Rijkers had zo'n 500 schilderijen en zo'n 300 werken op papier. Van die 500 schilderijen waren ook zo'n 100 naakten. En naakten in die tijd waren veel gewoner dan tegenwoordig. We zijn veel preutser geworden, want dit schilderij van Jan Sluiters, dat hing boven de bank, terwijl de fusiegesprekken met Lever Brothers en de Margarine-Unie uiteindelijk tot de Unilever hebben geleid. Het was heel gewoon om dit soort schilderijen boven de bank te houden. In 1929 verhuist Paul Rijkers met zijn gezin naar Londen. Hij betrekt een villa, 50 kilometer buiten Londen, Brocken Park geheten. Gigantisch huis, waar hij ook ruimte heeft voor zijn collectie, die op dat moment al uit een paar honderd werken bestaat. In de Tweede Wereldoorlog wordt hij een belangrijk figuur. Hij staat de Nederlandse regering in allerlei zaken bij. Onder andere wordt hij voorzitter van het comité Nederlands Vrijheidsdag. Hij wordt president-commissaris van Vrij Nederland. En aan het eind van de oorlog, zo rond 1944, helpt hij ook zo'n 30.000 kinderen aan te sterken in Engeland. Hij wordt daarmee een heel geziene, belangrijke industrieel, ook in Nederland. Toen Paul Rijkers in 1955-56 met pensioen ging, keerde hij ook weer terug naar Nederland. Maar bleef nog wel heel veel activiteiten, ook in Europees verband, verrichten. Bijvoorbeeld in de Bilderberg-conferentie en in de bemiddeling in het Nieuw-Guinea-conflict. Tegelijkertijd bleef hij zijn kunstenaars, die hij al zijn hele leven steunde, ook vanaf dat moment nog steunen. Zoals Alexandrine Kelder, de vrouw van Toon, die een eigen carrière met naïeve kunst maakte. En Toon, die abstracte beeldhouwwerken ging maken, van ijzer, maar ook van hout. Uiteindelijk ging hij kleiner wonen in Den Haag. Paul Rijkers moest een deel van zijn collectie verkopen en dat deed hij via kunsthandelaren en veilingen. En uiteindelijk, na zijn overlijden in 1965, is eigenlijk zijn totale collectie van die grote 500 stuks, 300 etsen, is uiteengevallen. En die kunt ze weer zien voor een belangrijk deel in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Daar ziet u weer een beeld van wat er in het begin van de 20e eeuw werd verzameld. Hedendaagse kunst van toen. U bent welkom.